Je bent hier vrijwilliger. Ja. Nou blijkt uit cijfers van het CBS dat er steeds minder mensen vrijwilligerswerk doen. Wat merk je er zelf van? Ja, wij merken dat het best wel moeilijk is om vrijwilligers te vinden, nieuwe vrijwilligers erbij te vinden, maar ook de vrijwilligers die nu lopen wel te behouden. En dat heeft er wel mee te maken dat er veel meer dingen spelen en mensen ook andere levens krijgen. Maar ja, het vinden van nieuwe vrijwilligers is best een uitdaging. Nou, ik loop naast bij mensen met een beperking. En daarnaast doen we natuurlijk ook gewoon proefjesdagen, dat soort dingen. En ik begeleid mensen met een beperking, zodat ze kunnen paardrijden, kunnen ervaren hoe het is om op die manier te bewegen. Waarom is het belangrijk dat mensen vrijwilligerswerk doen? Ja, weet je, je hoeft maar naar de gezichten te kijken van de mensen die paardrijden. En het zegt genoeg, ze genieten zo ontzettend van wat ze aan het doen zijn. Ik zie gewoon elke keer weer mensen met een enorme glimlach afstappen. En je ziet dat ze er ontzettend van genieten. En daarnaast is het voor mezelf lekker een half uurtje of een uurtje extra beweging. Scheelt weer een uurtje sportschool. Hoe belangrijk zijn vrijwilligers hier? Ja, ontzettend belangrijk. Want zonder vrijwilligers kunnen wij deze lessen gewoon niet draaien. Dan bestaan ze niet meer. Nee. En als deze lessen er niet meer zijn, dan... Ja, dan kunnen onze ruiters, die missen dan gewoon hun wekelijkse half uurtje of drie kwartier ontspanning, een stukje therapie, een stukje plezier. Dat moeten ze dan missen. Dan kunnen we de lessen niet voortzetten.